Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een hele goede dag. Welkom bij de podcast over de koploper van de Eredivisie. Ruud is er, Anton is er. Wat zit je nou weer te schudden, Ruud? Ik zit in een schitterende opening. Ja, ik vind het prachtig. En te gast is namelijk de man die over een maand of negen die schaal omhoog gaat houden. De aanvoerder van Sparta, Bart Vriends. Hartelijk welkom. Dankjewel, goedemorgen. Vond je dit geen goede aankondiging? Ik hoopte op een ronkende aankondiging. Dat is wel geslaagd, ja. Ja, toch wel. Dat is gelukt, ja. Ja. Niet zo lang zoals jij ze wel eens doet, maar Ruud is niet tevreden met deze aankondiging. Je maakt er een goede grap van. Over negen maanden die schaal, dat is een goede grap. Maar de serieusheid waarmee met name de media het koploperschap van Sparta belichaamd, ja, is echt ongelooflijk. Kom op, er zijn ploegen die hebben gewoon een wedstrijd minder gespeeld. Er zijn drie wedstrijden onderweg. Maar Anton komt hier binnen en die zegt, oh man, wat is dit een heerlijke week. Ja, je moet er toch vol van genieten? Nee, ik geniet van de fantastische seizoenstart. En ik denk alleen maar, hadden we die 2-0 maar vastgehouden, dan hadden we nu 3 gespeeld, 9 gehad. Maar we hebben een fantastische seizoenstart. Daar geniet ik van. Maar dat koploperschap is toch een wassendeus. Ik had gisteren, ik wilde even een post op Instagram doen, over, onder andere over Sparta. En ik heb heel even overwogen om ook te benadrukken dat we koploper staan. En toen dacht ik, nee, dat is echt de grootste wedstrijd. Nee, dat is niet slim. Dat is niet slim. Maar het is wel heel grappig dat Sparta zelf een post deed net na de wedstrijd waarop stond 8-1-9. Nee, maar dat is een grap. Dat is een goede grap. Dat is leuk, toch? Maar het is niet zo, Bart, dat jij gratis eet deze week nu bovenaan staat in de stad. Nee. Ik moet gewoon nog steeds de pinpas trekken. Nog steeds? Helaas, ja. Oké. Hey, hoe hoog is de boete als je te laat komt op de training? Want het is nu 8:30 ongeveer, hè, op woensdagochtend. 3 kruisjes over het algemeen. Dus als je te laat komt, dan wordt het nog 1 keer getolereerd. Misschien nog 2 keer. En bij het 3e kruisje moet je sowieso iets doen, trakteren. Hoeveel kruisjes sta je? Eetje. Nog niks. Nee. Oh, nou. Ik kom niet vaak te laat. Dus we moeten wel tempo. Ik hoorde net, we hebben Maurice Stijn hier gehad natuurlijk, dat Maurice Stijn zelf een uur te laat kwam op de training nadat hij bij ons was geweest. Is het zo? Ja, dat is toch wel een offer van hem, hè? Nou, dan weet je dat. Gerard, hij is te laat vandaag. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Bart, er zijn heel veel luisteraars vragen voor je. Ik hoef jou niet uit te leggen dat je in de microfoon moet praten natuurlijk. Ja. Maar we gaan uiteraard beginnen met het sportieve aspect. Vorig jaar speel je of verlies je van Feyenoord, nu is het gelijk. Ja. Vorig jaar speel je gelijk bij Heerenveen, nu win je daar. Zijn jullie beter dan vorig jaar? Zover durf ik nog niet te gaan. Wel dan een aantal jaar geleden uiteraard. Ik vind het ook nog te vroeg in het seizoen om daar echt iets zinnigs over te zeggen. Ik heb gewoon het gevoel eigenlijk dat we de lijn over het algemeen hebben doorgetrokken. Dat we eigenlijk alleen in de laatste linie met 3 nieuwe spelers acteren. Dat is veranderd. Dat past aardig op dit moment. En de rest is gewoon lekker vrolijk. Hè? Verschuren, Lauritsen, Kitolaan. Het is allemaal vrolijk doorgegaan. Ja, maar dat zei je. Dat zei je afgelopen. Ja, precies. Ja. Dat zei je afgelopen zondag ook. Toen je met 3-1 daar won bij Heerenveen. Toen noemde je ook die namen allemaal. Je zei ja, dat zijn zoiets als de sterkhouders. Je gebruikt De Golden Boys. Ja. Maar is Bart ook niet langzamerhand een Golden Boy aan het worden? Ja, maar dat had raar geweest als hij daar zichzelf had genoemd. Ja. Begrijp toch wel? Ja, ik ben ook een Golden Boy. Dat is best gek. Ja. Dat doet alleen Ronaldo. Ja. Ik heb het ook niet overwogen om eigen naam. Toch niet? Maar Rijsdijk zei dat toch ook? Ja. Daar hoor jij dan ook bij. Nee, ja, ik doe ook vooral op de doelpuntenmakers natuurlijk. Jongens die het, ja, echt het verschil maken in doelpunten. Kijk, Koki maakt een doelpunt wat nauwelijks een kans te noemen is. Weet je, ja, dan ben je voor mij een Golden Boy. Dat heb ik mezelf nog niet zien doen. Bedoel je nou zo'n kopbal of die andere? Want, ja, want die kopbal was ook weird, hè? Ja. Mag ik wel even een klein beetje ingrijpen, Frank? Want ik denk dat heel veel Spartanen nu kijken. Dit komt op woensdagmiddag online. Dit is nu woensdagochtend 8:30. En die willen maar één ding weten. Hebben we na 1 september nog steeds dezelfde selectie? Ik denk dat dat het staat ook inderdaad is in het draaiboekje, inderdaad. Maar dat gooi je gewoon overboord, uiteraard. Nee, maar bedoel, ik kan me zo voorstellen als je deze podcast aanzet, dat is een van de eerste dingen is die je wil weten. Oh, zeker. Maar hebben wij daar antwoord op dan? Ja, dan heb je toch echt de verkeerde uit. Ja. Nee. Als dit de hoofdvraag is, dit is de vraag. Wij hebben ook onze contacten binnen de club en even gepolst. En vanmorgen nog even contact gehad met Gerard. Het schijnt met Gerard Nijkamp, voor de duidelijkheid. De technisch directeur. Het schijnt allemaal een beetje rustig te zijn. Hè? Alleman en Van Mullum, die mogen weg. Al dan niet verhuur of verkoop. En voor de rest is het rustig. Okay. Ook in Huizen Vriends geen Sydney FC wat zich weer gaat melden. Nee, mijn koffer staat nog netjes in de berging onder het stof. Dus, nee, maar het zou wel zo kunnen zijn dat op het moment dat deze podcast online komt, dat ineens reuring is. Die disclaimer moeten we wel even inbouwen. Ja. Dat jij misschien wel verkocht bent. Of het zou zomaar kunnen. Want ik denk dat clubs in paniek, en dat gaat nu gebeuren, nu snel gaan handelen. Dus, maar voorlopig, nu op dit moment, niks. In de kleedkamer wordt er niet over gesproken eigenlijk.
Het is wel zeker een thema, natuurlijk. Eigenlijk al maanden. Omdat er jongens zijn die in de belangstelling staan. Die ook niet onder stoelen of banken schuiven. Dat ze graag een stap niet bepaald, hè, met Nicolai. Nee, maar goed. Ja, ik vind het alleen maar te prijzen. Kijk, hij is mega professioneel onder de lat. Maar hij is ook open en eerlijk over zijn ambities. Ja. Je bent blind als je daar niet ook in zou geloven, denk ik. Dus tuurlijk is het ook een thema. Af en toe op een grappige manier of op een stootje. Of, we hebben het nog niet verkocht. Weet je, dat soort dingen gebeurt uiteraard. Maar ja, we gaan gewoon simpelweg door met ons werk. En 1 september komt ook wel heel snel dichtbij. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een verschil is in gevoel bij Nicolai en bij Vito van Crooij. Nicolai ligt nog lang vast, heeft een goed salaris, heeft vorig jaar met zijn volle verstand getekend. Maar van Crooij, Sparta wil hem het liefst nu ook kwijt, want volgend jaar krijgen ze er niks meer voor. Hij heeft een fantastisch seizoen gehad en toch komt hij niet weg. Ik denk dat dat meer tot frustratie leidt dan bij Olij. Eerlijk gezegd, dat zou je aan hun moeten vragen natuurlijk. Want ik ga niet op hun stoel zitten. Maar beide gasten hebben uitgesproken dat ze die wens wel hebben. En misschien ook wel de verwachting gehad dat dat zou gebeuren deze zomer. Maar de transfermarkt zit soms ook meer op slot dan je denkt of dan je hoopt. En dat het valt ook gewoon niet mee om toch voor redelijk flinke bedragen zomaar te vertrekken naar clubs. Weet je. En daar lopen zij natuurlijk ook tegenaan. Maar wat er vrijdag gaat gebeuren, we weten het allemaal. Krankzinnig, transfer deadline day, clubs op het laatste moment. Ja. Is dat voor jou ook de lelijke kant van voetbal? Nou, ik vind het, je weet dat het erbij hoort, maar ik heb het wel vaak raar gevonden. Ja. Dus dat, ik heb het wel eens eerder gedeeld. Je zit het hele jaar met elkaar aan een tafel, potje te kaarten, te lunchen. En van de een op de andere dag kan die gast die tegenover je zit vertrokken zijn. Ja. En dat is het dan eigenlijk ook. Ja. Ja, dan komt er niet nog een chique afscheid of een momentje of iets. Af en toe dan wordt er nog even tussendoor gefietst ergens op een keer op een vrijdagavondje. En dat is ook prima, weet je wel. Dat is nou eenmaal, dat is de wereld hoe die is. Maar ik vind dat gevoelsmatig altijd wel een beetje vreemd. Ja, dat zo. Vito van Crooij heeft de groep verlaten. Staat dan, zie je dan op je telefoon. Het kan dan zo gaan, weet je wel. Ja. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Want je zegt, jullie nemen dan contact op met Gerard 's ochtends. Is dat de manier waarop dat gaat? Dus in dit geval wel, ja. En dan geeft hij dan ook daadwerkelijk informatie? Ja. Dan krijg ik kan het zo laten lezen. Om 7:03 stuurde ik Gerard nog een WhatsAppje. Ja. En net om 7:15 stuurde hij terug. Okay. Zo zit het. Ik denk dat het goed is van ons dat we het doen. Ik denk dat het goed is van hem dat hij antwoordt. Ja. Om te voorkomen dat wij hier gaan zitten oreren over iets wat helemaal niet speelt. Ja. Tuurlijk, hij laat in die appjes en in die telefoongesprekken niet het achterste van zijn tong zien. Ja. Maar wat hij kan zeggen, dat zegt hij. En dat zorgt voor meer duidelijkheid dat als we hem niet bellen. Ja. Dus, en we hebben natuurlijk meer voelsprieten in de club. He, dus het is niet alleen Gerard Nijkamp waar je contact mee hebt, maar officieel is Gerard Nijkamp een aanspreekpunt voor ons. En hij deelt met wat hij kan delen. Hetzelfde geldt voor Manfred. Als het over, weet ik het stadion gaat, dan bel je hem en dan deelt hij wat hij kan delen. Maar goed, sorry. Jij bent natuurlijk aanvoerder, dus de vooruitgeschoven post nu. Ja. Dus jij bent toch wel de eerste namens de spelergroep die weet wat daar speelt. Maar goed, over het algemeen, op transfergebied laten spelers ook niet zo gek veel los, hoor. Het is gek, we zijn heel hartelijk met elkaar en intiem, maar als het over salaris of over transfers gaat, dan houden we allemaal ook over het algemeen wijselijk onze mond. Dus dat blijft een beetje gaaf. En een beetje jokken ook, hè? Als ze bluffen, uiteraard. Precies. Ja. Maar jij noemt het bluffen, maar Ruud noemt het jokken. Ja, precies. Een beetje zeggen van, ik krijg ik kan een miljoen krijgen. Er wordt gesmeten met de bedragen over het algemeen, maar vooral verbaal. Jij gaat wel blijven, hè? Even voor de duidelijkheid sowieso. Ook na het seizoen, want vorig jaar liepen wij door het kasteel, hè? Over het kasteel, wat toen nog een zandbak was. Ja. En toen zat je te vertellen dat je naar Sydney FC heel graag had gewild en dat Kuwait zich had gemeld in Israël. Hè? Was een beetje concreet. Ja, een aantal. Ja, en Baku en nu? Nog, hè, geloof ik. Baku, dat was echt een heel gek rijtje. Was het. Heb jij nu nog steeds die wens om na dit seizoen eventueel die stap te gaan maken om een keertje lekker in het buitenland te gaan ballen? Ik vind het wel vroeg om daar nu al over te speculeren. Maar ambitie heb je toch? Of kijk, dromen? Laat duidelijk zijn, ik heb er geen spijt van dat het zo op deze manier is uitgepakt. Want ik denk dat het de mooiste jaargang in ieder geval sinds ik bij Sparta zit, is geweest. En ik hoop heel erg dat we dat dit jaar ook kunnen doorzetten. Ik heb geen enkele reden om te vertrekken op dit moment, zeker niet. En in de zomer weet ik het niet, denk het eigenlijk ook niet. Maar goed, dus ik heb altijd, en daar ben ik ook eerlijk over geweest, een soort van romantisch idee gehad van als ik helemaal uitzoom en ik kijk naar mijn eigen voetbalcarrière, die duurt van mijn 18e tot mijn 35e of zo, dan zou ik het wel heel tof vinden als daar ook nog iets avontuurlijks bij zou zitten. Als het niet slaagt, je hebt natuurlijk gezegd in dat interview, verbaas je niet als ik voor een appel en een ei ga voetballen in Zuid-Spanje. Dat was volgens mij dat interview. Klopt, ja.
Dus ik weet dat zou je nog steeds kunnen besluiten. Oh ja, ik weet niet of ik dat zo letterlijk heb gezegd, maar ja, die dat je bij de nummer 1 weggaat om Cartagena dus, te gaan dus Dick Schreuder kan bellen. Ja. Bij zijn derde klasse Spaanse club. Ja, is dat hier hoe het gaat hier? Wordt zo langzaam in de ruimte gedrukt. Ja, zeker. Quote eruit gooien. Ja, NEC vrijdag ga je niet aan hoor. Nee, kijk. Maar het scheelt toch ook dat je aanvoerder bent? Wat bedoel je? Stel je voor dat je nu inderdaad zou solliciteren naar elders, wat je natuurlijk toen wel heel fanatiek deed. Ja. Wat voor Spartanen zoals wij, die alleen maar kunnen dromen van spelen in een Sparta shirt, ja, een beetje lastig is. Mm-hmm. Ja, die positie die heb je nu niet. Het is ook net begonnen het seizoen, dat is waar. Maar het is ook zo, je bent nu wel het boegbeeld geworden van de selectie. Ja, maar jij bent toch niet gek? Sta voorop. Hij heeft een gezonde ambitie. Tuurlijk, maar er is wel een grens die je hebt als supporter dan, hè, aan de open sollicitaties van spelers. Vito van Krooij moet straks, als het niet lukt, gewoon stoppen en zeggen dat hij graag bij Sparta balt. Ja, stoppen en alles geven. Ja, met die wens, ik wil weg. Ja, dus het is voor jou niet te verteren dat spelers daar eerlijk over zijn, of open over zijn als ze richting de kerk gaan of niet. Ja. Tot op zekere hoogte. Zeker ook. Kijk, als je zegt voor een appel en een ei in Spanje, dan denk ik van wees koester wat je hebt. Deze quote ken ik helemaal niet van mezelf, ik weet eigenlijk niet waar je vandaan komt. Je hebt hem zelf gezegd. De eerste voetballer die zegt Sparta's bij eindstation moet nog geboren worden. Ja, laatst was Bok, denk ik, op de korf. Die vond het zijn eindstation. Ja. Hey, feit goed, is wel. Maar laten we wel wezen, dit wordt jouw eindstation. Het is het antwoorden. Nou, dan ga je wel heel erg kort door de bocht, Anton. Ja, het is in ieder geval de piek van je carrière, denk ik. Nee, dat zou kunnen, ja. Ik voorspel dat dit zijn laatste jaar is. Zo. Nou, nee, als je kijkt naar zijn carrière, je achtste seizoen. Als je kijkt dat jij in het eerste seizoen 10 basisplaatsen had, geloof ik, dat is logisch. Maar daarna had jij ieder jaar een periode in elk seizoen dat je er echt wel uit was. Ja. Maar vorig seizoen en het seizoen daarvoor kom je aan boven de 30 wedstrijden. Ja. En dat je er een paar mist, dat is logisch. Dus je speelt nu goed en je ontbreekt weinig. Mm-hmm. Ik denk dat ingrediënten zijn, als de club ook nog eens gaat winnen, dat je op gaat vallen. Dus ik zou het niet verbazen. Nee, ik zeg dit jouw laatste hebben. Maar nu is de man op leeftijd natuurlijk. Nou, kom op, ja, 31. De tijd gaat wel tikken. Maar goed, ik heb helemaal. Op dit moment voelt het helemaal niet als nee. Maar voel je wel dat je momenteel de beste versie van jezelf bent? Tot nu toe? Ja, het gaat goed, ja. Ja, waar het precies aan ligt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik voel me gewoon fit en sterk en fris. En ik voel me prettig in het elftal op de club. Ik heb ook veel aan mijn ervaring, voel ik. Dus het is een beetje flauw en moeilijk te pakken begrip. Maar ik merk dat ik daar in wedstrijden gewoon baat bij heb. Maar voel je je lekker omdat je die periodes van blessures niet meer hebt? Of is het andersom? Je hebt die periodes van blessures niet meer en voel je je daarom lekker? Ja, nee. Ja, dat tweede denk ik eigenlijk. Wat het lekker, als je ritme gebroken wordt steeds, dat is lastig gewoon. Dan moet je, dat duurt er even voordat je terugkomt. Voordat je toch gewend bent aan de drukte om je heen, aan de bal, aan de intensiteit van het spel. Dat slaat dan vaak ook weer op andere blessures. Daar heb ik vaak last van gehad. En het is heel fijn om zo'n ritme gewoon door te trekken. En daar heel erg, daar word je gewoon sterk van. En dan, toch denk ik, kan je volgens Ruud nog beter zijn als je niet voor de wedstrijd op Lowland staat. Als je niet voor de wedstrijd in het nieuwe Luxor staat met de Core Podcast. Leuk. Mooi, laten we het daar eens over hebben. Ja. Ja. Want het ergert jou een beetje. Ja. Nee, het ergert jou een klein beetje. Ja, enorm, ja. Oh, niet een klein beetje. Zeker nog, ik zal mezelf nu weg. Ik zal mezelf zeg maar nooit ergens uitnodigen, maar ik zal het even delen. Ik luister overigens niet naar jullie. Dat is niet omdat jullie het niet leuk vinden, maar ik vind het gewoon heel ongezond om als speler de hele tijd te horen wat mensen over jou of je team zeggen. Maar er komen mij natuurlijk ook wel wat dingen te horen en dat gaat regelmatig, begrijp ik, over mijn nevenactiviteiten. Dus ik ben wel benieuwd wie dat dan met jou deelt. Moet dan zeggen. Ja. Je vriendin hoort wel eens naar het Sparta-kantoor. Er zijn natuurlijk ook mensen die dit luisteren, et cetera. Ja. Heel veel mensen. Zeker. En ook op kantoor. Dus, ik heb af en toe contact met een ieder van jullie. Dus ik stuurde naar Anton even, vergeet. Op een beetje cynische toon. Vergeet de komende podcast niet te benadrukken dat ik 3 dagen voor de wedstrijd nog in het Luxor stond. Hè. En enigszins met een knipoog. Maar het is een thema wat me toch een beetje irriteert en stoort. En waar ik ook graag dan de discussie over aanga. Het is uiteraard jullie goed recht om daarover te praten en om meningen over van alles te hebben. Maar ik vind het makkelijk en gratuit eigenlijk. En ook vooral gestoeld op onderbuik. Nee, eigenlijk alleen maar gestoeld op onderbuik. En daar ga ik graag het gesprek over aan. Dus dat is het. Voetbalsupporters en ook voetbalmedia, 100% opportunisten. Ja. Dus diezelfde mensen die nu zeggen, hey, Van Os en Slotboom,
je mond houden, want het gaat goed met Sparta. Laat die vriends lekker gaan. Dat zijn dezelfde mensen die als Sparta dadelijk een dipje krijgt. Want ik voorspel, Sparta is geen topclub. Sparta gaat dit seizoen ook een dipje krijgen. Ja. Diezelfde mensen zijn dan de eerste die jouw kop op dat vlak eraf gaan hakken. Ja. En wat dat betreft, als ik over mezelf mag praten, ben ik consequent. Ik zei vorige week, ik vind het niet handig. Die woorden gebruikte ik. Ik zei ook, zou Femke Bol 2 dagen voor haar race dit doen? Ik denk het niet. Ja. Dus om het risico om dat gezeik te vermijden, kan je het beter niet doen. Dat is het ene aspect wat ik benoemde. Ja. Het andere is, ik ben van de Alex Pastoor school. Vind ik de beste trainer die Sparta ooit heeft gehad, Alex Pastoor. En die zei, in topsport gaat het om hele kleine dingen, om details, om enkele procenten. En iedere ding wat je aan kan grijpen om 1% beter te worden, moet je aangrijpen. Dus ieder ding wat je kan doen om 1% minder te worden, moet je laten. Ja. Dat zijn mijn 2 uitgangspunten in mijn mening. Ja, ik heb wel gelijk een vraag, maar hoe ziet de vrijdagmiddag er dan uit van de voetballer in jouw ogen? Of de donderdagmiddag? Of? Ik denk dat naar een festival gaan waar heel veel afleiding is. Ik ben geen topsporter geweest. Mm-hmm. Dat moet ik. Maar ik heb wel heel dicht. Belangrijke disclaimer, denk ik. Ik heb wel heel dicht op topsport gezeten. Ja. 10 jaar als omroeper naast topsporters op het veld en als journalist. Ja. En ik hoor jullie allemaal praten. In elke sport, focus, focus, focus. Ja. En ik vraag me af of naar Lowlands gaan, waar je volgens mij een heel veel indruk op doet, of dat overeenkomt met focussen. Dat is gewoon. Ja, goed, ik weet natuurlijk dat het over dat Lowlands gaat, want ik ben me ervan bewust dat als er een ding is wat een beetje tricky is, het gaat volledig over beeldvorming hoor, laat het duidelijk zijn, maar als het een beetje tricky is, natuurlijk is het dat. Maar ik ben daar niet om een festival te vieren. Nee, ik ben niet dronken naar huis gegaan, dat weet ik ook wel. Om 3 kwartier een gesprek te leiden, wat overigens ook nog over een heel belangrijk thema gaat, wat misschien voetbal zou kunnen overstijgen, als je het mij vraagt. En dat was het dan ook. Dus de zweem van naar een festival gaan is natuurlijk veel groter. Van 4:45 tot 5:30 was het. Exact, ja. Maar hoe weet je nou van jezelf dat je niet in die slotfase tegen Feyenoord dat 0,5% extra energie hebt, omdat je rustig aan hebt gedaan en je voor die bal gooit en we wel winnen? Dat is ook een vraag voor jezelf natuurlijk. Ja, maar jongens, kijk, ik doe al zeg maar 15 jaar of 20 jaar met dit lijf en met dit hoofd. En er is voor mij zeg maar, werkelijk waar niets belangrijker dan goed presteren op het voetbalveld. Dus ik vind het bijna jammer en flauw dat daaraan überhaupt al aan getwijfeld wordt. Maar dat is jullie goed recht. Maar ja, ik weet toch zelf als geen ander wat wel en niet voor mij werkt. En als ik er ook maar aan twijfel dat ik daardoor slechter ga spelen of ongeconcentreerd ben of moe ben, dan zou ik dat laten voor wat het is. Alleen, er is geen koppeling tussen presteren op het veld en dingen die ik daarnaast doe. Die koppeling leg is dat niet even uit, jullie denken dat die leg koppeling... dat even uit aan die opportunisten als het dadelijk slecht gaat. En een week voor die slechte wedstrijd sta jij op iets als Lowland. Moet je het even uit gaan leggen? Ja, dan heeft niemand begrepen. Ja, daar kan je 2 dingen mee doen. Je kan daar voor zwichten, hè, voor het opportunisme. Of je kan toch proberen het rationele te benaderen, het uit te leggen. En ja, gewoon doen wat voor jou goed voelt en voor jou belangrijk is. En ja, ik... En wat is er dan waar van de ESPN dat beweerde dat Stijn zich irriteerde aan jouw volle agenda? Dat weet ik niet. Ik heb dat werd door Jan-Joost van Gangelen gezegd na de wedstrijd. Ja. Ze hebben het uitgezocht en Stijn zou zich hebben geïrriteerd aan podcast, reclame, weet ik het allemaal. Ja, dat vind ik zo makkelijk. Dan moet je daar het woord van Stijn bij hebben, want hier kan hij niks mee. Nee. Ik denk ook dat, jullie weten, ik zit in het kamp van Bart, hè, om het zo maar te zeggen. Ik vind dat je, want je bent ook al met ook consequent trouwens. Ja, zeker, zeker. Je bent ook met je carrière na het voetballen bezig. Ja. Die gaat waarschijnlijk deze kant op, want jij hebt volgens mij niet de ambitie om trainer te worden. Er is ook een vraag binnengekomen, worden nieuwe Manfred Laros? Dat ga je ook niet worden. Ja. En ik denk ook dat Bart een goede ambassadeur is voor Sparta. Hij draagt de club, volgens mij altijd, op een kundige en nette manier uit. Toch? Dat heeft toch niks met elkaar te maken. Nee, maar dat is toch ook wat waard? Maar dat heeft toch niks met elkaar te maken? Dat is heel veel waard. En het is ook zo dat hij, tuurlijk, sinds het allemaal begonnen is, die drukte, hij minder geblesseerd is. Nou ja, dus dat is een gekke... Dat zou ik ook aan willen toevoegen. Als jullie suggereren dat er een verband is dus tussen die 2 dingen, wat ik totaal bestrijd, laat het duidelijk zijn. Zou dat verband dan positief of negatief zijn als je ziet zeg maar naar wat ik 5 jaar geleden deed, en mijn prestaties bij Sparta en wat ik sindsdien ben gaan doen en hoe mijn prestaties zijn gegroeid. Ik bedoel, als er al een verband zou zijn tussen die dingen, dan zou dat verband dan toch positief maar zijn. Maar ben jij het met het pastoorverhaal eens of oneens, wat ik zeg over die paar procentjes? Ik ben het daar roerend mee eens, ja uiteraard.
Ja, maar ik koppel die twee dingen En dus stel ik de vraag vorige week. Ik noemde toevallig Femke Bol. En bij toeval twee dagen later levert ze een fantastische prestatie. Ik denk dat een Femke Bol, Sivan Hassan, een Abinegeye atleten dit niet doen. Om twee dagen van tevoren naar Lowlands te gaan als zij zoiets belangrijks moeten doen. Ja. Maar daarbij wil ik wel gelijk zeggen, van alle topsporten die ik van dichtbij heb meegemaakt in mijn werkzame leven, vind ik voetbal eigenlijk het minst topsportachtig. Mm-hmm. Hè, ik bedoel, er zit nu een beetje ontwikkeling in, maar jarenlang vind ik voetbal verredeld amateursport. Nu zit er een beetje ontwikkeling in, maar die andere sporten zijn daar denk ik verder in. Ja. In het professionalisme, dat is mijn mening. Maar nogmaals, hoe ziet die vrijdag er dan uit bijvoorbeeld voor een voetballer? Want jullie kennen ons schema natuurlijk, we trainen. We trainen soms twee keer, er is nog een krachttraining bij. En dan, hoe moet de voetballer zich dan gedragen? Moet hij gaan slapen de hele dag? Ik denk rust en focus. En dat ziet eruit als op de bank liggen? Misschien dat je op het terrasje gaat zitten met een vriend, dat je een boek leest. Maar dat je lichaam de rust geeft die het nodig heeft. Okay. En ik heb bijvoorbeeld ook een hele periode tijdens mijn voetbalcarrière gestudeerd, bijvoorbeeld. Hoef ik ook niet stoer over te doen of te koop mee te lopen. Maar over het algemeen wordt daar gezegd, hey, goed man, dat je naast het voetbal ontwikkelt. En dat zijn studies die best wel veel tijd vergen en aandacht vergen en focus vergen. Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Nee, je hebt het nog nooit met me besproken, maar daar wil ik wel wat over zeggen. Okay, want ik neem aan dat als jij op een zaterdag van de wedstrijd of een zaterdag voor de wedstrijd. Ik weet het niet, want ik was er niet bij en ik kan een beetje jokken om mij voor het blok te zetten. Maar dat dan die boeken niet gepakt worden. Dat je dat doet op het moment dat je niets aan je hoofd hebt. Ja, ja, toch blijf ik bij het. Ja, ik vind het een interessant onderwerp om over te praten, maar. Maar ik ken mijn eigen hoofd en lijf toch beter dan dat jullie het kennen. Maar dat geldt toch ook voor Vito en voor Nick en voor Adil en voor al die gasten. Maar als je kijkt naar de aanloop naar de derby, echt een hele belangrijke wedstrijd waarin we er bijna waren, heb je eerst Lowlands, dan de dag erna hebben we een soort van open dag op het kasteel en dan de derby. Is dat ideaal geweest? Hadden we niet met iets meer energie die wedstrijd over de streep kunnen trekken? Maar Anton, sorry dat ik het voor jou ga antwoorden, maar die gasten die geven een half uurtje handtekeningen aan kinderen. Ja. Word je daar heel moe van? Ja, is de vraag. Nee, ja, maar zegt zelf wel. Ja, nee, natuurlijk niet. Ik snap het goed, weet je wel. Want je kijkt er van als er toch een beetje als een buitenstaander naar en ook als een supporter naar. Maar het is niets anders dan onderbuik, als je het mij vraagt. Een onderbuikgevoel van zouden ze wel gefocust zijn of zou het schade aan de wedstrijd. Maar wij die dat elke dag meemaken en die met ons eigen hoofd en lijf leven. En wij weten als geen ander hoe kut het is om slecht te spelen met Sparta. Hoe kut het is om zelf slecht te spelen en gewisseld te worden en geblesseerd te raken, et cetera. Dat wil niemand, want ook bij mij, als ik slecht speel, dan vind ik al die andere dingen niet interessant. Ik heb er geen plezier meer in, et cetera. Dus niets is belangrijker dan goed presteren. Alleen, die koppeling tussen die twee dingen, die bestaat gewoon. Het grappige is natuurlijk dat een heleboel mensen die nu kijken en luisteren, denken, hey, wat een gezeik, Sparta doet het hartstikke goed, waarom hebben ze het hierover? Maar dit is de reden dat Bart hier zit, dus daarom komt dit ter sprake. Ja, Bart mag hier altijd zitten als avond in Sparta natuurlijk. Dit is de reden waarom hij vandaag hier zit. En wat jij zegt is, ik weet toch zelf wel hoe. Ik denk dat de mens in zijn algemeenheid niet altijd goed over zichzelf kan oordelen. Ja. Mensen vinden zichzelf vaak beter dan dat ze werkelijk zijn. Mm. Het zijn juist vaak in topsportorganisaties, de medische staf en zo, die jou ook goed kunnen beoordelen. Dus als jij zegt, ik weet zelf wel hoe ik in elkaar zit. Ja, wat ik zeg, de mens denkt vaak positiever over zichzelf dan dat hij daadwerkelijk is. Ja goed, dat kan ik me voorstellen. En ik snap ook dat jullie inzoomen op die drie kwartieren op Lowlands. Ik begrijp het. Dat is natuurlijk het meest tricky onderwerp. Maar in zijn algemeenheid zou ik ook nog willen zeggen, en dat hoef ik voor jullie volgens mij ook niet te vertellen. Er is ook meer in het leven dan voetbal natuurlijk. Weet je wel, hoe belangrijk we het ook allemaal vinden. Absoluut. Er is ook ruimte om je te ontplooien, om dingen mee te maken, om ervaringen op te doen. Die allemaal, ik ben ook 32. Mijn voetbalcarrière houdt een keer op. Tuurlijk. En ik kan zeg maar zwichten voor dit opportunisme en allemaal prachtige kansen laten lopen die mij die mijn leven bijna ankeren, zou ik willen zeggen. Omdat ik bang ben voor wat een aantal mensen ervan vinden of de beeldvorming van een mogelijk verband. Of de focus. Voetbal, kijk, en dan kan ik tot mijn 35 op de bank liggen en daarna stoppen en dan in een soort plek belanden waarvan ik denk, kut, en nu wat ga ik nu doen? Maar je maakt iets heel zwart-wits van, want dit is helemaal niet wat van jou gevraagd wordt natuurlijk. Dat je op de bank gaat liggen. Daar ben je veel te veel een boegbeeld voor. En de ambassadeur, dat klopt helemaal. Maar in het weekend ervan naar Binnenhuizen rijden, waar Lowlands plaatsvindt. En dat is echt
Kijk, ik heb daar ook gewerkt lang. Het is gigantisch druk. Heel veel indrukken. Ja. Veel emoties, daar weet ik het allemaal. Ja, dat was op het randje. Ik snap het. Daar ben ik me ook van. En ik maak deze overweging natuurlijk ook. Ik ben ook niet blind voor dit soort dingen. En dat het soms ook knaagt voor mensen, et cetera. Maar ik zou toch gaan. Of het slaan. Vorige week. Laten we hier een punt achter zetten. Twee dagen later speel je geweldige wedstrijd. Ja, goed. Je zegt al. Beetje non-discurs. Het laatste wat ik over wil zeggen. Je zegt al, want daar hebben we het hier eerder over gehad namelijk. En toen vertelde je ook dat je het niet zo zuiver vond. Dat je het ook onterecht vond. En dan hoor ik je toch voor... Beetje streng geweest. Nou ja, daar ben je eerlijk over geweest dat je dat niet helemaal tof vond. En ik wil je totaal niet censureren, maar dan hoor ik toch vorige week weer de vraagtekens van... Oh, ondanks dat hij nog op Lowlands was... Ja, maar Sparta Feyenoord... Je zegt zelf ook van... Je hebt het zelf online gegooid. Ja, omdat ik er niet schimmig over wil doen. Ik wil er ook niet schimmig over doen. Ik ben daar open over. Alleen dan hoor ik je zeggen, ja, laten we het punt achter zetten, maar je werpt het toch zelf op. Ja, maar goed, oké. Grensgevalletje. Okay. Maar ik gooide tussen dit hele betoog van mezelf en van jou wel iets op. Waar ik wel erg benieuwd naar ben, hoe jij daarover denkt. Ik ben sportverslaggever sinds 1999. Daarvoor was ik 10 jaar omroeper bij Sparta. Ik heb dus profvoetbal bij Sparta meegemaakt van dichtbij. En daarna ben ik behalve bij voetbal, bij hockey, honkbal, basketbal, volleybal geweest. Ja. En de dingen die jullie nu doen, deden die sporten al veel eerder. Ben jij het met me eens dat op dat vlak, op die vlak van professionaliteit, voetbal een beetje achter andere sporten aanhobbelt? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Hoewel, er is een enorme inslag. Ja, inhaalslag, ja, zeker. Zeker. Maar ik denk wel, kijk, het mate van hoe diep wielrenners gaan, of je had het over Abdi Nageye, dat soort types, hoe diep zij fysiek gaan, daar kom je met voetbal niet vaak of bijna nooit. En dat is altijd... er is altijd een afweging tussen hoeveel energie kan je verspillen door de week en hoeveel moet je overhouden voor de wedstrijd. Daar verschillen alle spelers van mening over. Sommigen willen het liefst zo weinig mogelijk energie verspillen. Een ander denkt weer, volgens mij kan er nog wel wat bij. Maar er is wel, dus ik denk dat het waar is dat er in een aantal andere sporten dieper en professioneler op dingen wordt ingegaan. Ja, al is dat nu. Ook zijn er heel veel spelers, dat doe ik zelf ook. Bijna mijn hele team denk ik, die ook naast hun club nog dingen zoeken. Ja. Tactische training, personal training, mentale training. Die ondersteunend is voor de training die je op de club krijgt. Nou ja, en ben ik heel blij mee. Ik zeg je alleen, als we naar teamsporten kijken, dat bijvoorbeeld hockey, die dan voor een appel en een ei, je hebt ook wel vrienden denk ik die hockey op het hoogste niveau, die voor een appel en een ei... 50.000 per maand ongeveer. Per jaar. Verder gaan, nou, niet allemaal de top. De internationals. Ja, precies. Veel verder gaan. En de ontwikkeling met videoanalyse. Hè. Het was geloof ik al 15 jaar geleden dat Max Caldas met een VR-bril tijdens de wedstrijd videobeelden stond te kijken. En toen kreeg ik 10 jaar later bij Sparta een rondleiding van kijk eens wat we hebben, een mooi videosysteem. Ik zei, ja hallo, dat doen ze bij Club Rotterdam al 10 jaar. Voeding, Nesselanden, volleybal, Peter Blanger. Ik vind het zo opmerkelijk dat juist de populairste, grootste sport toch daar een beetje in achterblijft. En dan vind ik zuivere speeltijd daar het allerhoogste goed in. Dat is voor mij de bevestiging dat het zo conservatief is dat we, waar we ons allemaal kapot aan ergeren, tijd rekken, dat we daar lekker niks aan doen. Maar zei jij nou net in een bijzin dat veel spelers van Sparta hun eigen plan trekken? Dus nee, dat zei hij niet. Dat ze wat zoeken. Precies. Überhaupt in het voetbal. Als je hier in Rotterdam een aantal sportscholen of privé sportscholen rondloopt, dan zie je daar Feyenoord-spelers lopen, Sparta-spelers lopen. Je hebt ook bij Hans Kroon gezeten, toch? Ja, nog steeds. Ja. Hans Kroon, Ayman Redan, Errol Essayas, dat zijn de plekken hoor. Ik denk dat Denzel Dumfries nog steeds af en toe naar Nederland vliegt of anders. Van Errol Essayas inderdaad. Dat klopt. Trainen. Dus dat soort dingen. En dan zijn er ook allerlei jongens die heel handig zijn in die tactische analyse, het beelden nagaan, dat soort dingen. Mentale training uiteraard. Dus dat zijn dingen die spelers daarnaast wel oppakken die niet altijd door de club worden of kunnen worden aangeboden. Ik wil terug langzaam naar het voetballen, wel via een bruggetje. Waar hebben we het dan over gehad? Meer naar de actualiteit, van het voetballen. Nieuw Petersen, de grote man achter FC Afkikken, die noemde jou laatst de Matthijs van Nieuwkerk in de dop. Dat is jouw ambitie ook? Dat is een heel kort bruggetje naar de volgende vraag namelijk. Nee, ik geloof niet. Nee? Oké. Okay. Die zit wel werkloos thuis. Hè, ja, precies. Die heeft hele lelijke dingen gedaan. Ja. Maar als jij presentator was na afloop van Heerenveen Sparta, wat was dan de vraag die jij aan jezelf als aanvoerder had gesteld? Goede vraag. Ja, die moet je nu bedenken. Ja,
Laten wij dan even, terwijl hij nadenkt. Ja. Ik vond het interview kijkend met Jan-Joost van Gangelen. Ik vond hem nou niet irritatie uitstralen, maar op een gegeven moment dacht je wel, ik ben nu wel klaar met het interview. Over dat ja, Bart zelf. Dit is altijd het trickje natuurlijk en ik werk het ook in de hand, maar ik vind het prettiger als het over Sparta gaat, in mijn Sparta shirt, dat het over de wedstrijd gaat of over Sparta gaat en niet over mij of wat ik in mijn leven naast het voetbal meemaak. Ik had het met Anton even over, dat Spartanen diner vorig jaar. Rood witte man diner. Er zitten 500 Spartanen in de zaal. Sparta, ja. Trouwens. Alles is rood en wit, et cetera. En dan moet ik toch nog even komen vertellen over Cor Pot en over die podcast. Nee, maar ik heb het dan liever over Sparta gehad. Nee, dat begrijp ik. En ik ga dat gewoon, erbij gehaald. Ik heb dat jou toen uitgelegd. Ja. En nu je het opwerpt, moet ik het ook aan anderen uitleggen. Ja. Ik presenteerde het rood witte man en vrouw diner 500 mensen. En er werd mij in mijn oor gefluisterd 20 minuten rekken. Het biefstuk is nog niet klaar. Ja, dan kijk je de zaal in en dan kom je bij de voorzitter terecht en dan kom je bij de trainer terecht. En op een gegeven moment zie ik één tafel en nog een tafel, Cor Pot en Bart Vriends. Denk ik, ja, hebben. Eén tweetje, ja. En dit moet ik doen, want ik moet gewoon rekken. Nee. Dus ik heb ook na de hand een soort van mijn excuses aangeboden aan Bart. Ja, Bart, dit is het verhaal. Ik moest dit even doen. Het leverde voor de zaal een leuk stukje op, voor Cor een leuk stokje op. Voor jou misschien niet. Nee, ja. Dat was echt heel ongemakkelijk was het. Nee, maar goed. Het straalde echt ongemak uit. Dat was vanwege de biefstuk, dus dat is wel mooi. Ja. Nee, goed. Ik heb het ook lang verhaal dan toch liever inhoudelijk over de wedstrijd of zo. En voorbeschouwen hebben we het ook al eerder over. Ja, wij hebben het vaak over gehad. Ja, dan kan je ook gewoon even lekker andere dingen opgooien. En dan hoeft misschien niet eens alleen maar over die wedstrijd te gaan. Maar na de wedstrijd even wel, ja. En welke vraag had je dan gesteld? Je hebt nu na kunnen denken terwijl je ook aan het praten was. Je kan twee dingen tegelijk. Heb jij een suggestie? Ik zou het eigenlijk niet weten. Nou, volgens mij deed Jan-Joost helemaal niet zo heel erg slecht hoor. Dus, ik heb wel geleerd in dat gesprek dat Jan-Joost ook prikkels nodig heeft. Ja, dat zei hij. Blij dat ik dat weet. Wat was het mooiste moment van afgelopen zondag? De 3-0, denk ik. Het gevoel dat het dan binnen is? Of? Ja, dat het dan binnen is. En ik vond ook dat we in die periode... Dat is een deel wat we nog aan ons spel kunnen toevoegen, denk ik, is om ook te domineren met de bal op de helft van de tegenstander. Zodat we gewoon even tijdelijk rond kunnen spelen, weer uit kunnen halen, terug kunnen veroveren. Dat vond ik een hele prettige periode in die wedstrijd. En dan is het ook lekker dat het publiek van Heerenveen een beetje gaat fluiten en gaat morren. Ja. En dat Tahiri en Haaien dan nog 2-3 ballen inleveren. Dan voel je je dominant op het veld. En dat is denk ik, dat vind ik het lekkerst om mee te maken. Heb je in deze fase van de strijd daar wel niet het meest Jonathan de Guzman voor nodig? Want ik vind dat op het moment dat hij het veld verlaat, toen was die goal al gevallen hoor. Maar, en door de vele wissels, het wordt dan wel wat minder voetbal en wat rommeliger. Ja, ik weet niet precies meer wanneer hij eruit ging. Maar dat klopt, met de structuur die houdt hij echt goed overeind. Maar ik vind ook dat je, als je hoeveel Kitolano met verschuren, veroveren, met stiekem met duels, met tikjes tussen de bal, absoluut, waardoor we steeds weer in aanvallen komen. Die combinatie Kitolano, verschuren, de Guzman vind ik echt goud. En ik vind het echt sneu voor Pelle Clement, want die verdient het ook hoor, een basisplaats. Ja. Maar de Guzman vind ik nog zo belangrijk, ook in het hoe hij reageert op scheidsrechters. En laat hem dat maar doen. Ja. De rest houdt de mond, laat hem dat maar doen. Ja. Hij is zeg maar bijna op middenveld. Dat zag zij ook. Nee. Hij heeft zijn eigen ding. Hij heeft die band, maar de Guzman is een aanvoerder ook binnen het team. Prima. Zeker. Prima. Nee, dat is helemaal waar. Zeker. Ja. Eigenlijk is het, Ruud, is pas Jonathan de Guzman jouw... De Spartaan van de Week. Jouw Spartaan van de Week? Jawel, omdat hij een ander gaat noemen en vaak doelpuntenmakers worden genoemd. Of mensen die overleden zijn in dit geval. Maar qua wedstrijden wordt vaak doelpuntenmakers genoemd. Maar ik vind de Guzman echt nu op het middenveld. Kitolano goud, Verschuren goud. Maar ik vind de Guzman onze patron op het middenveld. Wie heb jij dan, Anton? Een fan, Kokie moeten we noemen natuurlijk, want die jongen is echt goud waard. Maar een fan, er is één, kijk, bij Sparta heb je een clubje van, wat zou het zijn, 100 fans, die maken elke gelegenheid selfies met spelers. En die zijn soms heel grappig. En één van die fans is Irene Terband, dat is een wat oudere vrouw. Maar die straalt zoveel geluk uit als ze naast een speler op de foto gaat. En vaak hebben die spelers dan net verloren of gelijk gespeeld. Die komen dan spelers om uit, moeten poseren en dat is zo grappig. Maar ze was er opeens niet bij. Nou, ze ligt in het ziekenhuis, dat is heel vervelend. Beterschap. Maar ja, voor die fans doen we het. Dat mensen blij worden van foto's met Kokie Saito, of met jou, of met Laurits, wat dan ook. Dat is eigenlijk waarom we met z'n allen naar het voetbal gaan. En dat iedere dag weer, hè, bijna. Dus die moeten een soort filmrol hebben met 15.000 identieke foto's. Fantastisch boek kunnen maken. Ja. Maar dat je ook denkt, van, dan sta je toch weer een uur te wachten op dezelfde foto. Ja.
Heb jij een Spartaan van de week eigenlijk, Bart? Want je zal eens wel een keer dit hebben geluisterd. Ja, had ik me wel op kunnen voorbereiden. Koki was misschien wel de beste en Nick, maar die kreeg al zoveel shine. Ik vond dat Thijs Veldhuis het goed deed in het centrum. Je doet het sowieso wel goed, hè? Ja, ik vond een paar belangrijke duels gespeeld, geconcentreerd verdedigd. Ik kwam eigenlijk los van de eerste 8 minuten, kwam er niet zo gek veel doorheen. Dus ik vond dat hij een belangrijk aandeel had ook in de overwinning. Dus maar wat is dat toch bij Sparta, vorig seizoen en nu ook? Wij hebben geen AK, wij hebben geen De Ligt. Nee, we hebben Bart Vriends. En toch zit er pot dicht achterin. En of dat nu Pinto en Sambo is, en aan het begin van het seizoen was dat Abels. Ook toen Meijers erin kwam, Eerthuizen voor Awassar. Het maakt niet uit. Ja. Het zit pot dicht. En nu hebben we, hoor ik supporters wel klagen. Nou, onze backs zijn nog niet optimaal. Warmedam en Bakari. Maar toch, met Veldhuis, wat jij zei net, 3 nieuwe, met Olij. Het zit pot dicht. Ja. Wat is jouw verklaring? Want jij hebt het ook wijd open zien staan in het verleden. Ja, zeker. Ik, wat mij opvalt in de wedstrijd, vind ik, en ik kan ook niet, ik zie ook niet alles en ik kan ook niet iedereen bereiken en ik ben soms ook druk met mezelf, et cetera. Maar laat ik zeggen, de coördinatie op het veld, bijna collectief, dat is echt heel goed voor elkaar. Dus wanneer, er is zelden een soort van twijfel over wie gaat dit druk zetten of waar gaan we druk zetten of... de afstemming tussen de rechtsbuiten en de rechtsback, dat soort dingen, dat is op een of andere manier altijd goed voor elkaar. Daar hebben we het ook veel over, daar wordt veel op getraind, maar er zijn ook karakters in het team die daar heel slim in zijn en die daar heel erg, je noemt net de Guzman, die is daar ook heel goed in. Dus dat we zelden... Uit positie staan of een soort ongemakkelijkheid in de formatie hebben, waardoor de tegenstander ineens heel open kan draaien en ons kan opzoeken. Maar wat gebeurt er dan? Kijk, de eerste 10 minuten zit het niet potdicht. Ja. Het is echt ernstig, open huis lijkt. Ja. Maar het draait om, het gaat toch op slot. Ja. Wat is er gebeurd dan, waardoor dat opeens beter ging? Ik denk eigenlijk vooral niets. Makkelijk. Nee, dus juist niet zo onder de indruk zijn van... Okay. En dat die goal niet valt. Uiteraard, sowieso. Dat scheelt. Maar dat gedeelte dat je gewoon stoïcijns blijft onder 5, 6 schoten achter elkaar en een bal op de paal en Olij die er eentje redt en dan weer een corner, dan kan de paniek toeslaan. En dat is ook vaak gebeurd en dat wordt ook versterkt door die herrie in het stadion en zo. Maar je kan ook, ja, laat ik zeggen, ijzingwekkend cool daaronder blijven. En dat is denk ik het ene deel. En het andere deel is iets tactisch. We kwamen er ook voetballend. Hadden we moeite om er doorheen te komen, komen we 3 keer in de problemen. Dan besluiten we enerzijds om de volgende 3 ballen lang te spelen. En anderzijds om een keer met Jonathan de Guzman naast ons in het centrum te komen staan. Zodat we variëren in de opbouw. En dan komt er ook aan de bal iets meer rust in het spel. En dat is een besluit, dat neem jij als aanvoerder? Of? Ja, of Jonathan, het gebeurt in het veld. We hebben daar ook op de trainingen over gehad. Dus het is niet dat het ineens zo uit de hoge hoed komt. Dat is een optie die we bijvoorbeeld hebben. En ook met die doeltrap. En dan hebben Nick en ik meestal even contact. En zeggen, ja, wat gaan we doen? Laten we hem even 2 keer op Lauritsen schieten. Zo simpel is het. Maar die keeper van Sparta, heb jij wel eens gecheckt? Heeft hij een hartslag? Ja, als je hem zo in de kleedkamer ziet stuiteren, dan heeft hij wel degelijk een hartslag. Oh, dat is wel iets wat we niet zien. Nee, maar dat is op een goede manier een dode. Ongelooflijk. Ja. Ja, hoe hij reageert na reddingen, dat is echt gek. Ja, die beslissende penalty tegen Utrecht in de play-offs. Je ziet hoe die reageert. Je denkt, besef je wel wat je nu doet? Ja. Weet je wel? Ja. Ja, nee. Is mooi. Ja, misschien oogt hij kalm. Hij is de drukste gast in de kleedkamer zo'n beetje. Maar hij heeft hele steady focus gewoon. En hoe lekker is dat om dat achter je te hebben? Lekker, maar het is ook, hij had een hele tactische uitleg, technische uitleg over die reddingen van hem. Over open draaien ging het van een speler en welk been hij dan terecht zou komen. Leuk. Dat was echt indrukwekkend. Heb je dat gezien? Nee. Moeten we eigenlijk even terugkijken. Want je denkt van, hè, een keeper. Ik heb nog nooit een keeper zo horen praten over... hoe je in een flits een redding moet verrichten en hoe je toch nadenkt over hoe die bal zou gaan komen. Wat ik ook wel leuk vind om te zien is hoe Jeroen Rijsdijk zich anders aan het profileren is en anders aan het opstellen is. Nu ook die resultaten goed zijn, het lijkt wel alsof hij wat meer flair krijgt. Ik vind dat hij in de media ook veel beter overkomt. Zie jij hem ook veranderen? Ik vind die interviews ook leuk om te kijken. Je wordt er beter, hè? Nou ja, ik hoop dan dat, zeg maar, dat je niet, als je 2,5 jaar vooruit spoelt, dat je dan ineens een soort van de trainer in het mal ziet, weet je wel. Dus dat, de oprechtheid vind ik leuk om te zien. Ik zie hem niet per se veranderen, maar natuurlijk is het voor hem ook spannend of het allemaal op zijn plek valt. Weet je. Dit is je eerste
stap als hoofdtrainer. En dat, ja, eerlijk, een doemscenario kan ook zo weer afgelopen zijn als het allemaal slecht valt. En dan mag je weer pas op de plaats maken en dan kom je niet meer aan de bak. Ik denk te zien dat hij ook trots is en vertrouwen put uit hoe het elftal gewoon speelt. Ja, want jij gaat straks trainen. Ja. Wat is dan de rolverdeling tussen Rijsdijk, Boy en Bukari? Is Rijsdijk een echt meer de managerachtige of... Hoe moeten we dat zien? Maurice Steijn had wel echt voor een groot deel de managerrol op zich. Dus de overzicht, die deed wel over het algemeen de besprekingen. En die maakte absoluut de belangrijkste keuze. En was ook duidelijk de baas van de club. Maar het veld werd veel uitbesteed aan Rijsdijk, Bukari. Dat is wat Jeroen iets minder doet. Dat is gewoon ook, die leidt ook vooral de trainingen. Fouke Boy is daar ook af en toe bij om zijn stem te verheffen en af en toe iemand de draai om zijn oren te geven. Bukari heeft min of meer dezelfde rol. Die leidt een groot deel van de trainingen. Die doet veel spelervattingen. Ze verdelen de taken een beetje. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat als je beginnend hoofdtrainer bent en naast je zit een zeer ervaren trainer, dat je ook wel even je eigen stempel wil zetten. Tuurlijk. Als hij nu zeg maar de trainingen overlaat aan Boy, dan is het net als Boy de hoofdtrainer. Ja. Dus ik kan me dat wel vanuit Jeroen voorstellen. Wat ik denk ik ook wel belangrijk vind in dat verhaal bij Sparta over die rust en dat het goed staat, een rol speelt. Ik denk dat er hier in dit Sparta ook nog een stukje Frezer zit. Ja. Dus met Frezer, Stijn, Rijsdijk heeft Sparta drie trainers op rij die je de pis niet lauw maakt, die niet zo snel in paniek raken, die rustig zijn. En ik denk dat dat ook bijdraagt aan de rust in het elftal. Ja. Volgens mij, ik denk ook dat het ongeveer rondom Frezer is begonnen. Dat er een soort van vechtlust en onverzettelijkheid in zit. En dat is gek genoeg, vind ik tof om te zien. Of je nou Maurice voor de groep zet of Jeroen Rijsdijk. Dat is onveranderd gebleken. En dat wordt ook helemaal niet aangejaagd of zo. Van, we moeten er kort op zitten. En natuurlijk hebben we het daar ook wel eens over. Maar dat is niet hoofdmoot nummer 1. Alleen dan zie je toch op het veld dat die buitenspelers en die backs en die middenvelders de longen uit hun lijf lopen om gaten te dichten. En dat is misschien wel een restant uit Henk Vrees. Ja, we gaan even naar de kijkersvragen. Er zijn heel veel mensen, heel veel vragen binnengekomen. We gaan het niet over de horeca hebben. Die parkeren we nog eventjes, want weer komen er allerlei vragen over de kroketten en dergelijke. Ja. Heel belangrijk, dat voor een andere keer. En dat wel Sparta uitgezoerd heeft. Ja, precies, dat soort dingen. Nee, we gaan nu gewoon even vragen met name aan Bart. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Het Twitter-account, of X-account moet je tegenwoordig zeggen, Sparta Rotterdam TM. Wat is het grootste verschil, Bart, tussen het Sparta van nu en dat van toen jij kwam in 2016? Of heb je dat net beantwoord met die onverzettelijkheid? Nee, wij hebben nu geloof, laat ik het zo zeggen. Als wij naar Heerenveen uitgaan, of naar NEC uit, of naar Utrecht uit, dan voelt het alsof we een kans zien om te winnen. En het in het verleden, en misschien spreek ik voor mezelf, maar in het verleden voelde het alsof we moesten hopen op een gelijkspel. Resultaat. Ja. Of een gelijkspel. Als het echt mee zit, kunnen we daar winnen. En nu is dat anders. Dat is compleet anders. En dat maakt zelfverzekerd, maar dat maakt ook gewoon, dat levert ook resultaat op. En we gaan, ja, toch eerlijk gezegd, wat heb je nog meer? Dan laat ik wat zeggen. Nou ja, goed, PSV komt naar ons toe. Godsgratie kunnen we misschien een puntje halen of iets, als het allemaal werkt en we knokken. Maar nu denken we, ja, godskeleren, waarom niet? Waarom zouden we hier niet kunnen winnen? Zo voelt het gewoon. Dus dat heeft met mindset te maken. Dat toen jij kwam, toen was Sparta net gepromoveerd, net kampioen geworden. Dus dan ben je nieuw in de Eredivisie. Dit is het vijfde jaar al in de Eredivisie. Dat is denk ik ook wel een verschil. Ja. Het is toch gewoon geld. Sparta is gewoon gaan investeren in spelers, toch? Kitulano en Laurensen waren toch in 2016 echt niet gekomen en nu wel. Dat is het verschil, kwaliteit. Fred Friday was ook duur, denk ik. Fred Friday. Ja. Heb je daar nog contact mee? En Debbie Dos Santos. Ja, we kunnen die lijst dus heel lang van spelers. Ik ga niet aan Bart vragen wie de slechtste speler was met wie hij ooit heeft gespeeld. Ik zou niet in die positie. Dat vullen wij wel in. Je zit toch te wachten tot ik een antwoord geef. Dan heb je net al min of meer gedaan. Milan de Witte vraagt: met welke teamgenoten van Sparta kon of kan jij de meest interessante gesprekken voeren? Met Ryan Sanusi, denk ik. Die is ook politiek geëngageerd, hè? Ja, zeker. Ja. En die staat echt lijnrecht tegenover. Die is rechts, hè? Daar is nu wel wat moeilijk mee te praten, weet je niet? Ja, maar... Omdat hij een andere mening heeft dan jij? Nou, hij is fanatiek. Ja. Altijd zo zeggen. Ik heb die discussies ook met hem. Ben jij ook?
Ben ik ook, maar op een andere manier. Laat Bart het antwoord geven. Ja, ik sta lijnrecht tegenover hem op sommige dingen, maar dat maakt, vind ik wel tof om over te praten. We hebben er soms een uur op de bank gezeten of op WhatsApp over, ja, dan probeert hij me toch te waarschuwen voor alle dingen die in de wereld spelen, of voor 9-11 en de oorlog in Irak en uiteraard het coronavirus en dat soort dingen. En ik sta daar compleet tegenover, maar ondanks dat kunnen we het ook heel goed met elkaar vinden. En dat, met Adil trouwens ook best wel veel van dat soort gesprekken gevoerd. Maar zijn Verhaar en Fokkert van de Core Podcast je beste voetbalvrienden? Of heb je ook bij Sparta zo'n vriend? Of bij Utrecht nog? Of go ahead. Nee, ik heb met Fokkert nooit gespeeld eigenlijk. Maar Thomas en Maarten, daar ben ik het best mee bevriend geraakt van al die jongens die voorbij zijn gekomen. Het eerste interview dat je gaf dit seizoen, en dat denk naar de eerste training zelfs al, zei je van, ik ben een paar maatjes verloren, het is weer even wennen. Ja. Op wie doelde je dan? Aaron Meijers, denk ik. Daar ging ik goed mee om. Maar ook, niet alleen ik persoonlijk, maar dat viel me heel erg op in de eerste week. Dat had ik ook nog niet eerder gezien. Dat er is een aantal spelers die hebben stiekem een soort hele verbindende rol in het team. Hè. Dat zal het hier op de redactie waarschijnlijk ook hebben. Die je misschien niet altijd ziet of hoort, maar die toch een soort sociale anker vormen of zo. Aaron is er absoluut één van. En dat geldt eigenlijk ook voor Mika Pinto, voor Younes Namli. En die vallen dan weg en dan, dat zijn niet de jongens met de grootste mond, maar dan komt daar een soortje andere spelers voor terug die rol natuurlijk niet gelijk oppakken. En dan is de hele sociale structuur veranderd. Ja. En dat is inmiddels alweer op zijn plek gevallen. Maar ik doelde denk ik dan vooral op Aaron. Maar die sociale structuur, dat gaat wel heel snel. Dat weer opnieuw vorm krijgt. Ja. Zeker. En als je het over de Guzman hebt, die speelt daar echt een grote rol in. Ook zeker in de bijtrekken van die buitenlandse jongens, die Spaanstalige jongens. We hebben ook gasten die nauwelijks Engels spreken of moeizaam Engels spreken. Daar is hij en ik ook in toenemende mate veel mee bezig. En wat is dan de plek in die groep? Want je hebt nu lol met elkaar, want dat gaat goed. Iedereen is blij met Koki, maar communicatie met hem is best lastig. Hoe is ook dat een vraag van Armageddon trouwens. Hoe is dat in de groep? Hij houdt jullie allemaal voor de gek. Hij spreekt vloeiend Nederlands. Hij houdt iedereen voor de gek. Hij kan geweldig Nederlands. Bijna goed. Nee, dat is niet waar. Maar hij kan oké Engels. Het gaat dus voor een deel in het Engels. Voor een deel ook gewoon non-verbaal. Lekker tikken met elkaar. Af en toe een klap op zijn hoofd geven en andersom. Hij springt 8 keer per dag op de rug bij Lauritsen. Dus dat is een beetje een speelse manier van met elkaar omgaan. En hij kan zich echt wel verstaanbaar maken. Dus dat werkt wel. En is jouw rol in de kleedkamer veranderd? Wil Mike graag weten. En ben je ook bewust anders gedragen sinds je aanvoerder bent? Niet zo, nee. Ik ben daar wel. Ik nam al verantwoordelijkheid. Natuurlijk was Adil. En Adil is echt een character. Dat ga ik ook niet invullen. Een geboren leider? Ja, vind ik wel. Ja. Dus die doet dat op een andere manier. Ik was er al veel mee bezig. Ik ben nu wel iets door de jaren heen steeds bewuster geworden van hoe belangrijk het is dat zeker nieuwe jongens zich thuis voelen. Zich op hun gemak voelen. Daar was ik ook best wel lang een beetje blind voor. Dus daar ben ik veel meer mee. Wat doe je dan? Neem je ze mee op fietstocht? Ze hebben een fietstocht gemaakt van de week. Het zit hem gewoon in even een praatje maken, in een grapje maken, in een gesprekje voeren. Zorgen dat ze erbij betrokken blijven, ondanks dat ze soms ook niet spelen. Dus dat zijn dingen die ik wel op me neem. En ja, natuurlijk komen er ook gewoon praktische dingen bij kijken, als het bespreken van de premies. En dat is wel heel belangrijk, Kan je ook hier even doen, hoor. En klachten. De wedstrijdpremie bestaat niet meer, toch? Wat zeg je? De wedstrijdpremie bestaat niet meer. Nee, ik heb het dan nooit in mijn leven. Dat is ook een ding uit het verleden. Voor mij. Ja. Maar wel een premie als je boven plekken, collectief. Dus als je vierde wordt, staat er dit tegenover. Als je twaalfde wordt, staat er dit tegenover. Een kampioen? Dat is nog nader te bepalen, staat erin. Ja, we zijn er nooit, sinds 1959 nooit meer over gesproken. Ja. Wat zouden jullie er tegenover zetten? Ik ken de financiële huishouding niet precies, maar alles. Hey, maar niet, het is een beetje gek, maar ik ben bezig met seizoen 59 voor een boekje. Maar toen het jaar daarvoor eindigden we negende. Sparta was echt outsider, maar precies de elementen die jij nu noemt voor het goed presteren, het onverzettelijke, dat hele team zo functioneert, dat gebeurde toen ook. Ja. En toen eindigde Sparta stonden we bovenaan in oktober of zo, nooit meer vanaf gegaan. Kampioen zou je niet worden, Sparta als het Leicester City van Nederland. Kampioen zou je niet worden, alleen dan niet degraderen twee jaar later. Precies, ja.
Nog 10 minuten, mannen, dus we gaan een klein beetje gas erop geven. Dat is wel interessant vraag. Ja? Dus ja. Zou je dan liever als supporter liever hebben dat er één keer kampioen wordt en dan twee jaar laten degraderen? Ja. Of gewoon die hele reeks? Ja, wat denk jij? Onder de middenmotor. Degraderen zijn we wel gewend. Dus en hebben we weer een mooi feestje, een kampioensfeestje ook weer. Dus als je dat voorstelt, hebben we A, een groot kampioensfeest en B, drie jaar later hebben we weer een promotiefeest. Dus ga je daarin mee? Ja. De gasten van de collega's van de King of the Castle podcast, die willen graag weten, als je mag kiezen, maakt niet uit, je mag alles kiezen, waar zou je je voetballoopbaan willen afsluiten? Vroeger deden de spelers dat bij Dordt. In Napels, ergens, maakt niet uit waar. Of Napels ook een tweede ploeg? Of? Zuid-Italië zit wel meer mooie ploegjes, dus... Dat snap ik. Hans Krabbe dan wil weten, zou jij FC Utrecht Dick Advocaat aanraden? Ik heb niets tegen Dick Advocaat, maar ik zou toch willen pleiten om eens iets nieuws te proberen in voetballand. En daar moet je dan net iets langer over nadenken dan 10 minuten, maar dan kom je vast wel tot een hele interessante optie. Ernst van den Berg, wat is het mooiste wat je hebt meegenomen uit Japan? Daar ben je geweest op vakantie, hè? Ja. Materieel of geestelijk? Mag allebei. Wat was het mooiste? Materieel niks eigenlijk. Geestelijk, ze gaan op een hele lieve en respectvolle manier met elkaar om. Iemand wees me erop dat Koki altijd buigt naar het veld. Ik heb dat zelf nooit gezien, omdat ik altijd voorloop. Ik vind het iets heel chiques en stijlvols hebben. En zachtaardigs hebben. Het is wel gek, want Mario Engels heeft zich een beetje stuk gebeten daar. Hè? Ja. Die is ook weer terug. Ja. En die zei ook dat hij geen contact kon krijgen en alles? Nee, ik heb met hem afgesproken ook. Daar. We hebben op een terras gezeten. Die werd gek daar. Had het moeilijk. Ja, en het is ook niet voor iedereen weggelegd om daar in je eentje. Want zijn relatie ging ook uit en alles. En zit dan in zijn eentje. Om het dan ook maar even te regelen in zo'n gigantische stad. Met mensen die niet per se super toegankelijk zijn. Ik snap ook wel dat hij het moeilijk had. Maar ja, je moet er ook zelf toch een beetje iets van weten te maken. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Zou jij het leuk vinden? Ja, ik zou het leuk vinden, ja. Ja. Geloof ik. Ja. Simone Piquet tenslotte, gaan we kampioen worden? Zeg maar gewoon ja. Vooruit. Omdat Simone het zo graag wil. Simone. Mag ik ook nog één vraag stellen? Je hebt niks ingediend. Nee, maar ik stop hem nu in die gleuf. Oh ja, ja. Zo heet dat hier hoor. Ik zat de laatste keer podcast te kijken en ik zie hier die koptelefoons op tafel liggen. Jullie zitten altijd met een koptelefoon op. Ja. En dan vraag ik me af waarom? Simpel antwoord, ik vind het prettig horen. Ik vind het prettig luisteren dat ik hoor wat de output is, zeg maar. Dus dat is soms, maar je zit toch vlak bij elkaar? Ik bedoel, wij dragen het nu ook niet, omdat we denken, ik doe het omdat ik dan die dingetjes kan instarten. Jullie zijn doorgewinterde radiomakers, maar wij willen vooral naar links buigen en achterover leunen en naar rechts buigen en een zak snoep in ons, of een snoepje in onze mond duwen, dus dat soort dingen. Doe jij zelf de techniek eigenlijk daar? Nee, daar heb je gewoon een mannetje voor. Ja. Goed, ik vond het wel mooi. Wat was eigenlijk nu toch over de core podcast hebben, daar in het nieuwe Luxor vorige week, het mooiste wat je ooit buiten het voetbal hebt gedaan? Ja. Voor optreden voor 1500 man, uitverkocht was het. Ja, niet eens dat, maar gewoon dat het idee dat wij dat ooit met twee of drie vrienden zijn gestart, een beetje houtje touwtje, ook hele middelmatige voetballers laten we wel wezen. En dat het dan best wel aanslaat en langzaam groeit en dat we zijn er nerveus over en dat er dan op van de een op de andere dag toch een programma staat wat door heel enthousiast wordt ontvangen door een fanatiek publiek. Daar ben ik best een beetje trots op. Je schreef op social media, schreef je ook van, mam, ik hoop dat je er iets van meekrijgt, je moeder is overleden. Ja. Heb je daaraan gedacht toen je daar stond? Ja, heel vaak. Ja, mijn broer zat er ook en ik opende met een soort monoloogje en... die heeft de eerste 5 minuten met tranen in zijn ogen gezeten natuurlijk. Ja, dat zijn, daarom kom ik ook terug. Er is meer in het leven dan alleen voetbal. Ja. Dat zijn zulke bijzondere dingen om mee te maken. Die ik ook niet. Ja. Ik vind het echt heel bijzonder dat we dat mogen meemaken. En ja, dat zijn dingen waarvan ik dan toch een beetje had gehoopt dat ze er iets van zou zien. Ja, want jouw moeder was heel erg nieuwsgierig, hè, vroeger. En die heeft ooit gezegd van kijk om je heen, want Tuurlijk. Er is zoveel moois in de wereld. Ja. Ja, zij zat bij Sparta, Dordrecht, de halve finale, play-offs, de kranten lezen op de tribune. Ja. Omdat ze A, de spanning niet aankon en B, omdat het er ook niet heel erg interesseerde. Nee, ik snap het wel. Maar ja, wat wel heel mooi had gevonden is dat je iets creatiefs uit je hoofd haalt en daar lol in hebt. En dat er ook nog een publiek voor is. Ja, dat is ook een beetje theatraal gezegd in haar geest, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is wel mooi. Nu dus mag daar sta ik zeker bij stil, ja. Wij hebben op kleinere schaal ook in het Donner gezeten. Ja. En het gevoel wat mij dan bekruipt, als je bij het maken van een podcast voor mensen doet,
dat ik me dan denk, vind ik het een hele eer dat die mensen komen. Enorm, want zo bijzonder is het niet wat wij doen. Ja. Had je dat ook niet als je dan 1500 man... Enorm, ik heb dat al als een opname hebben. Het is daarom, ik leg de lat altijd heel hoog. Want ik vind het in de basis nogal wat om mensen een uur... We zitten hier ook al een uur te praten. Ja. En ik ben veel aan het woord om mensen een uur naar je te laten luisteren. Dat vind ik in de basis al best wel veel gevraagd. Dus dan is de voorwaarde dat erover na is gedacht... Ja. Dat het op een of andere manier goed is of goed voelt. Want ja, tuurlijk, het is niet per se normaal dat er hier mensen omheen gaan zitten en dan gaan luisteren wat Ruud van Os en Anton Slotman en Bart te vertellen hebben. Nog een Sparta-vraag voordat we allemaal weer vertrekken. En jij ook. Maar de ereronde, jij bent daar nu de baas over natuurlijk. Oh, dit is een supportersvraag. We gaan natuurlijk best veel winnen dit seizoen. Nee, daar heeft het alle schijn van. Wat vind jij daar nou van? Ja, sowieso stoppen we nu, even jullie nu, bij de kids op de familietribune. Ja. Dat is echt een gigantische vooruitgang. Ja. Ziet er heel leuk uit, ook vanaf onze kant, die sfeer. Maar wat moet daar nou gebeuren? Ja, het heeft altijd iets ongemakkelijks. Waar ga je wel juichen en waar niet? Ja. En hoe enthousiast moet je zijn na een kleine overwinning? En of een gelijkspel tegen Feyenoord bijvoorbeeld, is dat iets om te vieren? Ja, of niet? Ik zag je twijfelen. Ja, tuurlijk. Ja. Dus het is altijd ingewikkeld. Ja. De fans bepalen dat eigenlijk, toch? Min of meer wel, ja. En gewoon simpelweg wat je gewend bent om te doen. Dus ik kwam al bij Sparta en dan stonden ze al bij dat hoekvak zo te juichen. En niet bij de rest van het stadion. Dat wordt dan een beetje zo in ere gehouden. Ik weet het niet precies, maar ik ben wel benieuwd wat de gemiddelde supporter daarvan vindt. Ja, nou ja, kijk, hoe zou het wel chic en mooi en goed zijn dan? Kijk, het was wonderlijk wat er gebeurde na de derby, omdat we waren teleurgesteld, maar er was ook echt daverend applaus. En dat werd steeds meer. Ja. Dus de spelers waren eigenlijk al aan het weggaan, maar het bleef toch staan of zo. Ja. Dus het was eigenlijk de meest spontane sinds jaren, omdat je bent met elkaar, maar... Ik vond die kids belangrijk. Jullie liepen langs de kids en negeerden die kids. Dat is ons publiek van de toekomst. Ja. Dat is één. Maar de Dennis Neville is natuurlijk veel breder dan alleen dat kleine plukje in het hoekje. Zeker. Ja, zeker. En de meest trouwe fans zitten echt in het midden. Die komen soms al 50 jaar. Ja. Ja, daar lopen jullie nu eigenlijk schokkend voorbij. Omdat de familie natuurlijk verderop zit in die hoek. Ik hoop wel uiteraard dat we ze aankijken en applaudisseren. Maar er zijn ook, ze staan aan die boarding, er staan echt honderden mensen die... En dat zijn ook kinderen. Mag ik je shirt? Maar dat is allemaal tof, hè? Kom hier en mag ik je shirt en foto. Als je daar eenmaal aan toegeeft, dan ben je 2,5 uur verder. Ja. Nee, maar wat mij stoort, anno 2023, dat ventjes van 11. Vriends, mag ik je shirt? Ja. Kom op. Iets meer respect. Ik denk dat er 1000 keer aan je gevraagd wordt om je shirt in te leveren. Ja, dat is wel iets. Hè? Je had een tijdje hebben die kartonnen platen gehad. Verschrikkelijk. Het gewoon vieren met elkaar, blij zijn, het knuffelen, high five. Dat is niet bij. Er moet gelijk een shirt bij. Dat is wel veranderd. Dat vind ik echt jammer. Dat is een beetje mode, is dat toch? Ja. En als we het dan toch spelen betaalt zijn eigen shirt ook, hè? Ja, terecht. Ja. Geef je eigen geld. We hebben het vorig seizoen geloof ik een keer over gehad. Het voetbalclubs, voetballers zijn een beetje papegaaien, doen elkaar na. Ja. Het is ooit echt begonnen dat hey. En nu doet iedereen het. Je ziet het gewoon. Ik zou het leuk vinden, Sparta in zijn originaliteit, als Sparta ook iets nieuws zou verzinnen. Ik ben daar niet zo goed in. Ik vond die megafoon vorig jaar een paar keer vond ik hartstikke leuk. Daar ben ik doodsbang voor dat hij altijd naar mij toe komt. Ik ben er vooral bang dat jij dan een uur staat te praten. Oh nee, maak je zorgen. Maak me daar snel vanaf. Deze. De glazen bol. We gaan altijd voorspellen. Ja. Ruud staat nu bovenaan met 4 punten. Anton heeft 1 punt en ik heb nog 0 punten. Maar dat komt omdat ik Sparta nog niet heb laten winnen dit seizoen eigenlijk. Ik had nu ook. Dus ik mag terecht zeggen dat ik koploper ben. Ja. Want we hebben alle drie evenveel wedstrijden gespeeld. Eigenlijk wel. Eigenlijk flauw hoor, zo vroeg in het seizoen. Maar nu hadden Ruud en Anton allebei 1-1 voorspeld bij Heerenveen en Sparta. Ik dacht 2-1 voor Heerenveen met het eerste doelpunt van Saroui. Dus toen hij die bal op de paal schoot, dacht ik, kut. Had ik bijna van hatelijke 0 af kunnen komen. Precies. Maar ik weet het niet. Ik heb opgeschreven Sparta NEC 1-0 Lauritsen. Doe ik dan... is dat iets heel geks, Bart? Nee, daar geloof ik best in. Ja. En een keer de 0 zou ook lekker zijn voor Nick. Wat willen jullie? Want we hebben niet zo lang meer. 2-1. Doelpunt? Lauritsen. Anton? 4-0. En Van Crooy scoort eerst. Bart, wil je meedoen? Ja, Kitolano maakt 1-0. En daar blijft het dan bij. Oh, wordt zuinig. Ja, we kunnen niet aan de gang blijven. Nee. Wil je nog ergens op terugkomen, zo aan het eind van deze podcast? Nee, niet per se. Vond je het leuk? Heb je nog een optreden deze week? Ja. Wat ga je donderdagavond? Ik wil alleen vinden jullie, dit is natuurlijk ook 2 dagen voor de wedstrijd. Dat is best wel vroeg. Is dit wel prima dan? Je moet nu gaan. Ja, de focus is nu op de training. Maar nu worden er zelf beter van, hè?
Ja, zie je het. Ja, ja. Nee, maar staat er nog een media-optredentje gepland binnenkort? Commercialtje? Ja, ik geloof dat ik bij je Studio Voetbal aanschrijf. Zondag. Eén deze weken. Ja. Dan kunnen ze het weer over die podcast hebben, net als vorige keer. Nee, over de duizend duwtjes van Maurice Steijn gaan ze het hebben. Ja. Ja. Heb jij het gaan uitleggen als oud-speler onder hem? Ik ga me voorbereiden. Maar wel leuk, toch? Dat soort af en toe wel, niet te vaak, maar af en toe wel. Er was één vraag nog. Krijg je ook vaak nee te horen van Sparta, dat het niet mag? Nee, eigenlijk niet. Nee. En soms verkoop ik zelf een nee. Ja, toch? Maar jij zei vorige week, moet je het voorleggen aan Sparta en krijg je wel eens nee te horen? Dus. Ik heb dit al besproken met Gerard. Ik heb het met de trainer aan het begin van het seizoen over gehad. Uit eigen initiatief. En over het algemeen is de stelregel, ze vertrouwen erop dat ik daar professioneel mee omga. En dat heb ik volgens mij nog niet geschaad. Ze weten ook zijn de meningen daarover verdeeld. Ja, dat weten ze. Weet ook, het. Hey, zullen we afspreken dat je in de tweede seizoen zelf nog een keertje langskomt? Dat is goed. Ja, ja. Is goed. Lijkt me leuk. Okay. Niet zo vroeg dan. Jij wilde om 8:30 beginnen. Ja, precies. Nee, dankjewel. Oh, dan moet ik het eindtune instarten. En dan kan jij eventueel alvast op de scooter gaan, Bart. Want moet je echt haasten? Nee, hoor, ik heb de tijd. Oh, nou, deze eindtune doet nu nog een minuut. En dan gaan we zeggen dat Sparta NEC bij ons live op de radio te volgen is. Vrijdag. Vrijdag, de machtige 93.4 FM. Dat weet je natuurlijk. Je hebt de Rijnmond app op je telefoon staan. Ik heb zelfs een keer onder de MRI-scan toen ik de wedstrijd geluisterd op Rijnmond, omdat ik geblesseerd was. Echt waar? En? Was goed, hè? Nee, dat was Helmond uit, geloof ik. Oh! Je kiest er wel uit. Wedstrijd ooit. Maar dat is ook wel lekker om Helmond uit geblesseerd te zijn. Ja, heerlijk. Wij zijn er dus vanaf 7 uur op de radio. We hebben de gast in FC Rijnmond. Ah, nu val ik even door de mand. Mag niet uit. Martijn Krabbedam en Michiel Kramer. Als we het transfernieuws maar volgen, dat is het belangrijkste. Dat komt helemaal goed. Gerard appte net nog trouwens dat Metinho niet gaat spelen. Het is nog niet speelgerecht voor vrijdag, dus dan weet je dat gewoon. Maar Bart is er wel bij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!